Oh, get owned. Done, done. Ik dacht echt, I'm dead, 100%. Yo, de mensen, super leuk dat jullie kijken in deze gloednieuwe Fortnite video op mijn kanaal GamesRun. In deze video, jongens, zoals je al aan de titel en de thumbnail hebt gezien, spelen we vandaag met een super speciale skin. En ik zal hem gewoon gelijk laten zien. Boom! We zijn natuurlijk lekker in de lobby en dit is de skin, jongens, waar we mee gaan spelen vandaag. Dit is natuurlijk de iconic skin, de nieuwe Galaxy 2.0 skin eigenlijk, die je bij een Samsung S10 telefoon krijgt. En Dylan, heb je dan die telefoon gekocht van 1000 euro? Nee, ik heb hem gratis gekregen, deze skin, door een super chille dude die ik heb leren kennen. En deze guy heet op Insta Iconic Service Bundle. Dus de link van zijn Instagram staat ook in de beschrijving. Check zeker even die link uit, want deze guy heeft dus gefixt dat ik met deze skin kan spelen. Jullie kunnen natuurlijk ook met deze skin spelen. Het enige wat je moet doen is dus even hem volgen sowieso op Instagram. En dan moet je naar zijn DM gaan en dan moet je dus vragen van, yo, ik ben geïnteresseerd in deze Iconic skin. Het enige nadeel aan dit is, het kost wel geld. Het is rond de 90 euro, 100 euro, zoiets. Want er zit best wel veel moeite en tijd in voor hun om deze skin te fixen voor je. Maar als je het zo bekijkt, zo'n speciale skin die eigenlijk 1000 euro waard is, voor 100 euro is gewoon een ziek mooi koopje. En je bent natuurlijk best wel speciaal in Fortnite. Het enige wat je er ook nog bij krijgt, is niet alleen de skin, maar je krijgt ook een dansje erbij. Ik zal hem hier gewoon even laten zien. De scenario's dans. Deze dans is gewoon ook zo dope, jongen. Nee, dit is super ziek. Je hebt dus deze skin. Ja, je hebt alleen de skin en een dansje. De Galaxy pack van de eerste Galaxy skin. Ja, dit is eigenlijk niet de Galaxy skin, maar de Iconic skin natuurlijk. Maar de eerste Galaxy skin, dus echt de Galaxy skin, kreeg je natuurlijk een pickaxe bij, glider en backpack. Ik hoop dat ze voor deze skin dat misschien ook nog later gaan uitbrengen. Dat was natuurlijk ook bij de Galaxy skin zo. Maar je kan gewoon lekker combineren natuurlijk met de rode pickaxe, rode glider en rode camo natuurlijk op je wapens. Maar deze skin, als je het goed kijkt, zie je gewoon echt dat mijn kanaalkleuren zijn. Wit, zwart en rood. En dat is natuurlijk super vet dat ik nu eigenlijk een skin heb die echt bij mijn kanaal past. En dat is super dope. En hij is nog eens speciaal. Dus sowieso Iconic Bundle Service. Super bedankt voor het helpen met mij om die skin te krijgen. En jongens, check zeker even zijn Instagram in de chat. Ik zeg de hele chat in de beschrijving uit. En dan gaan we mee op naar het potje. Let's fucking go. Zo, mensen zijn natuurlijk in het potje aangekomen. En gaan dus lekker naar Reach Road natuurlijk toe. We gaan hopelijk veel kills kunnen oppakken. Want dat is natuurlijk altijd wel de bedoeling. We gaan natuurlijk voor de win. En we gaan lekker naar Hondenhuisje toe. Dat is altijd wel de plek waar ik altijd het meeste loot vind. En chills vind om te landen. Reach Road, volgens mij landen er redelijk wat mensen. Ja, oké. Het is best wel druk. Oké. Dit wordt leuk. Hopelijk kunnen we het overleven. Jongens, het is vandaag dus woensdag. En waarschijnlijk komt de video op donderdag online. Dus ik wil even iets zeggen. Het shield systeem, als je een kill maakt, is eruit gehaald op dit moment. Ik weet niet of het morgen misschien er al wel weer in is gekomen. Want het is verreten irritant. Oeh, gouden grote pot. Kijk, dat is super chill. Maar, oh my god. Ik krijg... Shield is... Oké, de shield is chill. Nee, maar jongens, even serieus. Het systeem van dat je 50 HP krijgt als je een kill oppakt, vind ik natuurlijk super chill. Ik was altijd wel echt gewoon een goede... Woe, het is een enemy. Snel, begin met dit. Oké. Ik drop mijn... Wacht even, jongens. Ik ben heel even... Helemaal van in de war. Er zit hier een guy. Laat me heel even die guy proberen te killen. Dan ga ik weer even verder praten met jullie. Hallo vriend. Nee, ik wist het. Ik wist het. Nee. Kom terug. Nee vriend. Ik blijf bij je. Blijf bij mij. Ga niet weg. Je bent de enige die ik ken. Kom op. Alsjeblieft. Blijf hier. Vriend. Je bent one shot. Je weet dat je de lul bent. Oké, dan kan ik wel even trouwens goed uitleggen. Maar het systeem is er dus uitgehaald. Waardoor je zeg maar geen HP meer krijgt als je een kill maakt. Dat is ziek kut natuurlijk. Oh, dacht ik even niet. Maar dat is dus wel minder fijn. En ik was ook gewoon... Ja, ik dacht van... Waarom, weet je wel? Waarom halen ze dat eruit? Want het was gewoon altijd gewoon ziek chill. Totdat ze wel hebben uitgelegd waarom ze het eruit hebben gehaald. Ze vinden natuurlijk in squads en duo's... Dat je dan te veel gefinished wordt. Weet je, als je... Iemand killt of je bent best wel weak geschoten in de fight. Ga je de kerel natuurlijk gelijk afmaken. Zodat je zijn shield krijgt. Zodat je natuurlijk de rest van de squad uit kan moorden. In ieder geval zo. Hier is het trouwens gebouwd. Zo zit het denk ik in elkaar. En dat is wel ruk. Maar in solo's kan je niet knocked geschoten worden. Dus dat is altijd van, yo, als je net in de fight bent geweest en je bent fucking weak en er komt nog een persoon op je af gerend, kan je eigenlijk gewoon niets meer tegen die guy doen. Zo simpel bot gezegd is dat eigenlijk wel zo. Want ja, wie gaat er nou nog met 20 HP... tegen iemand met, weet ik veel, 100 HP kunnen fighten. Wacht even, ik hoor een guy. Oh nee, waarom is iedereen zo pushy, man? Hier, bep.
Oké, toch niet. Oké, hij heeft shield. Dus ik weet niet waarom ze het eruit hebben gehaald. Vooral in solo snap ik er niks van. Want ja, solo is natuurlijk gewoon 10 keer chillen dat je shield krijgt per kill. Dus ik hoop dat ze het snel weer in gaan doen. Want ik ben er niet zo heel blij mee. En heel veel mensen zijn er echt niet blij mee. Dus ik hoop dat Fortnite het gaat zien. En dan toch denkt van, yo, weet je jongens, jullie hebben gelijk. We halen het er weer in. Oh my god, hij had een gouden pump en hij deed er niks mee. Dat kan ook, vriend. Dankjewel voor je loot, trouwens. Ik wil wel even de loot kunnen oppakken. Dankjewel. Let trouwens op deze dubbele pistols, jongen. Oh, die dingen zijn sterk, gast. Oké, maar ze hebben dus ook vandaag nog iets geüpdate. Dat je weer max hout kan. 999 kan je weer stacken qua mats. Dus dat is wel weer een pluspuntje, vind ik. Want ik hou van bouwen. En nu kan je nog meer bouwen. En dat is super relaxed. Dus ja, dat zijn even een beetje de topics van de update, zou ik maar zeggen. En ik hoop dat ze echt die systeem sowieso in solos weer terug gaan brengen, man. I love that systeem. Alleen ja, helaas is het er nu uit dus. Dus we moeten dit potje maar proberen te winnen zonder dat systeem. Dus ik hoop niet dat we gelijk gepusht worden als we 20 HP zijn of wat dan ook voor onzin. Steeds! Oh, ik heb een glider redeployed. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Er zit hier een guy. Je ziet hem ook. Snel. Waar zit die gast? Waar gaat hij heen? Gaat hij hier omhoog? Yep. Yo! What the fuck, Dylan, ben je aan het doen? Even serieus, sorry. Oké, dit was heel slecht voor mij. Ik ben echt heel slecht. Oké, ik moet er echt even inkomen. What the fuck? Ik ben er veel bezig met het praten dan echt focus op de game, blijkbaar. Alright, volgens mij zag ik ook ergens een medkitje nog. Misschien, wat ga ik dan doen? Dan neem ik deze wel mee. Ja, ik zag volgens mij echt nog een medkit liggen. Volgens mij had ik iemand gekillt of zo en die dropte erheen. Alright, dit was echt kut, man. Ik schoot alles mis daar, man. Ik heb geen idee waarom ik dat deed. Trouwens, ik neem die dubbele pistols weer mee. Want die SMG, ja, is wel relaxed. Maar ik wil even laten zien hoe chill dit ding is. Als ik raak schiet. Verdorie, dat was echt dom trouwens van net. Alright, daar liggen benches. Hier liggen mini-shields. Ik kan dan sowieso nog wel één gebruiken. Ik had toch ergens een medkit gezien? Waar was dat dan? Was dat bij die twee huisjes daar verderop, of niet? Ik denk dat het daar is. Fuck it, ik ga daar wel even heen. Hop, neem de mini-shields gewoon weer mee. Let's go. Even zien, kan ik nog zien? Ik red er nog wel vanaf hier. Daar liggen benches, geen medkit volgens mij. Oké, lag het dan hier ergens? Volgens mij had die guy die ik gekillt had, of niet? Er lag hier ergens een medkit. Ik weet het zeker. Ik weet het 100% zeker. Was het hier of niet? Ik heb geen idee. Oh my god, straks ga ik hem niet vinden. En dan heb ik deze HP. Kijk, nu is het dus behoorlijk ruk dat ik dus niemand... Dat ik die shield niet heb gekregen van die guy die ik net heb gekillt. Dus dat is wel ruk. Dus nu moeten we veel meer safer spelen. Dus kunnen we niet echt pushen meer. En dat vind ik dus jammer. Want ik ben altijd zo'n guy die altijd die fights aan wil gaan. Maar waar lag die medkit, man? Ik zweer, in mijn hoofd zit iets dat ik een medkit had gezien. Ik weet alleen bij god niet meer waar. Verdorie, daar let je er ook niet meer op. Als je het niet nodig hebt, dan let je er ook gewoon niet op. Ligt het hier dan met deze persoon die ik had gekillt? Nee, nee, oké, okay, shit. Ik denk dat het toch in Reaver was. Weet je, het zit nog safe, dus ik ga gewoon weer met die launchpad erheen. Volgens mij was er nog een persoon die daar ook aan het fighten was. Dus wie weet kom ik hem tegen. Ik hoop hem natuurlijk niet. Want ja, ik heb gewoon niet zoveel HP. Misschien lag het hier wel. Ligt het hier ergens een medkitje? Nee. Ik heb geen idee, jongens. Ik heb geen idee. En ik vind het wel kut, want nu hebben we heel weinig HP. En dat ruimt allemaal. Oké. Holy shit. Hij heeft een ballon. Hij heeft een ballon. Ik kan niet bouwen hier. Oké, lekker. Oké, mijn muis flikkert ook van me. Oké. Dit wordt een lastige, jongens. Dit wordt een lastige. Oh, waarom kan ik dit niet, man? Oh, get owned. Done, done. Ik dacht echt, I'm dead, 100%. En hij heeft benches, dankjewel, die heb ik nodig. Holy shit, gast. Hoe de fuck had ik die one pump gegooid, hè, man? Oké, okay, ik drop denk ik toch wel even die pistols, want ik denk dat een SMG toch wel chiller is. Alright, ik dacht echt, I'm dead, jongen. Oh my god, hoe de frick heb ik dit nog overleefd, jongen? Oké, okay, ik kan niet snappen, maar ik bouwde daar best wel kut. Ik weet niet, ik kan echt wel relaxter bouwen tegenwoordig, maar ik moet niet zo paniekerig doen, man. Dat heb ik altijd, jongen. Alright, ik heb geen idee waar de... Hier lag het die medkit echt niet, hè? Huh, nou, het zal wel... Ik denk dat ik gewoon... Misschien heb ik wel niet eens een medkit gezien. Dat zou ook nog wel leuk zijn. Waarschijnlijk staan nu de hele comments mee vol met... Daar lag de medkit, hier moest je heen. En dan zie ik dat weer later en denk ik van... Oh, Dylan, waarom ben je zo dom, weet je wel? Oh, dat was midden fijn. Ik heb weinig meds, jongens. Ik heb heel weinig meds. Zit ik hier op daar? Oké, daar. Oh, 90 damage. Ja, vriend, nou ga ik je pushen, dat weet je. Ik hoor nog iemand. Ik heb zijn meds nodig van deze guy. Zo, vriend, ik moet je shit hebben, ouwe. Dankjewel. Oh, hij heeft een medkit. Geef me die Scar. Scar, zeg ik. Oké. Okay. Hij had ook niet zoveel meds, man. Hij had ook echt gewoon helemaal niks. Even die boom weghalen. Oké. Okay.
negen mensen weer. Fuck, ouwe. Heel dom, vriend. Heel dom. Heel erg dom. Oh, waarom deed hij dat, man? Dat was echt zo'n Dylan-actie, gewoon letterlijk. Ik zou dat ook gewoon gaan editen, omdat ik de kill te graag wou hebben. Maar hé, we hebben het op een of andere manier. Ik overleef blijkbaar alles op dit moment. Ik heb geen match. Ik kom de hele tijd in zo'n kut situatie dat ik al mijn match verneuk aan een kut fight. Ik moet echt wat minder verneuken met match nu. Zeker nu, man. Oké, ik neem toch even die medkit in. En nou ga je dit zo... Doe je stiltes weer in. Oh my god, gaat die kerel mij pushen? Die gaat mij pushen, 100%. Hij zit boven mij. Kan ik die initials nog redden, denk je? Fuck it, ga doen. Huh. Waar zit ik aan? Fuck it. 90's gooien. Oké, dat kan ik niet. Hey. Ha! Wat de... Hoe kon die gast trouwens hier staan? Man, besef. Die kerel staat gewoon tegen mij aan. Let. Hey, ik heb trouwens mijn pump. What the fuck? Oké, lol. Jongens, ik heb werkelijk geen... Hoe kom ik opeens dit soort mensen tegen? Ik kom nooit van... Ja, meestal ga ik altijd dood op deze pressure situaties, maar... Oké, what the fuck? Ik vind het helemaal goed, ouwe, man. Het zal wel. Ik krijg kills en ik leef nog steeds. Ik vind het goed. What the fuck, ouwe. Oké, ik weet nu wel even, jongens. Het spijt me dat jullie dat meestal nooit willen zien. Maar ik moet even mats hakken. I'm sorry, man. Het gaat nu ook wel wat langer duren, aangezien je natuurlijk niet echt meer mats krijgt van mensen die je killt. Want volgens mij kreeg je echt wel mats erbij. Ik weet het zeker, man. Ik kwam altijd gewoon best wel veel mats tegen of zo als ik iemand killde. Ik heb geen idee. Het zit in mijn hoofd of zo dat je ook mats kreeg als je iemand killde. Het zal wel. Misschien was het echt maar 50 mats of zo. Maar zo'n gevoel had ik gewoon. Alright. In ieder geval zitten nu al redelijk op wat hout. Dus dat is wel chill. Alrighty then. Dan hakken we nog even twee boompjes neer. En dan... Dat was een hit. Dat was een heerlijke hit. 90 damage. Die kerel heeft 110 HP. Of minder natuurlijk. Die kerel zit er nog steeds. Wat doet hij? Oké, ik ga met deze gijzer erheen. Fuck it. Dat is mijn kill. Ik dacht ik aan mijn achterste kill alweer. Jeetje, ik heb best wel wat kills op zich nog. Dit vind ik nog op zich wel leuk. Waar gaat die gast heen? Kut. Is dit wel slim? Is dit wel slim? Ik ben even een beetje hier. Hij moet sowieso hierheen. Bro. Bro, je bent echt freaking low. Ik let op deze trickshot, jongens. Dit wordt echt de mooiste trickshot die jullie ook ooit hebben gezien. Oké, fuck it. Het was de bedoeling. Ik ga hem noscopen, jongens. Dit wordt een noscope. Oh, dat was close. Vriend, je wordt genoscoped. Oké, ik geef hem één hit met een Scar. Kijk, ik kan wel heel lang wachten om hem te gaan noscopen. Maar kijk, de safe zone komt eraan, jongens. I need to go. Oké. You snap it? Oké, mooi. Dankjewel. Alright, let's go. Laten we gaan. 8 kills. We gaan sowieso altijd voor de 10. Dat kunnen we easy halen als we er nog 2 killen. Dus let's get it. En ja, dat moet wel lukken, toch? Ja, 12 man over. Hey, 2 mensen kunnen we daar nog wel van killen, toch? Alright. Ik heb geen idee, jongens, maar dit valt me... Ik kom altijd in solo potjes met alleen maar tryhards. Ik kom heel af en toe 1 iemand tegen die een beetje minder is. Maar op dit moment, ik kill echt mensen zo easy. Ik snap er geen ruk van. Wat heeft Fortnite veranderd, gast? Ik snap er echt helemaal niks van. Alright, weet je wat ik wel snap? Dat we lekker met die gijzer lekker naar de zee zouden kunnen. En dat is wel chill. Ik kon helaas niet die guy looten voor mats natuurlijk. Dus we zitten nog steeds een beetje... Ja, aan de lage kant qua mats wil ik niet zeggen. Maar het kan wel wat meer zijn. Dat zal wel chiller zijn. Alright, zijn hier nog mensjes aanwezig? Is de vraag. Er ligt wel wat loot en ook wat mats. Ik zie daar toch een stapeltje liggen. Dan ga ik toch maar even gluren hoor. Want ik heb dat wel nodig. Ik zie ook minis. Chill man. Laten we eerst even een paar appeltjes innemen. Jongens, toch even die full HP'tjes weer krijgen. Dat is altijd relaxed, weet niet. Ik weet niet, man. Ik heb altijd dat die groene bar vol moet zitten. 1 hit. Hij gaat legit in die boom landen. Alright. Oh, ik dacht die viel daar. Wat? Wat ga je doen, vriend? Oké, hij gaat omhoog. Wat ga je doen? Je kan ook geen mensen meer intrappen, man. Hij gaat helemaal naar beneden, wauw. Wat een gozer. Oh. Ik kan hem niet raken. Oh, headshot, mooi. Chill. Oké, hij heeft veel minder HP dan ik, denk ik nu. Ik werd ook van mijn nek ergens beschoten, dus ik ga achter deze kerel nu aan. Hij gaat pieken. Oh, wat? Oh my god. Waarom moeten er altijd zoveel mensen mee bemoeien, jongen? Dat is echt niet normaal. Huts, en je bent neer. Oké, chill, let's go. Oké, ik moet nog steeds uitkijken, want er zijn nog genoeg mensen die mij dood willen hebben. Yo, de koeken. Ik zag er even mijn leven bij gaan.
Alright, ik zit safe. Ik snap niet waarom, maar ik heb gewoon bijna geen matchen meer bij. Had die kerel helemaal geen hout meer of zo? Nou, ik heb wel wat stenen bij. Dat is het misschien. Oh, hier. Ik heb niet alles opgepakt. Alright. Chill, we hebben het overleefd. Maar ik werd echt van drie kanten nog besnijd. Dus ik ben nog steeds niet helemaal veilig hier. Ik voel me ook gewoon helemaal opgejaagd. Gewoon. Waar zit die guy? Er zat er ergens een gast van naast mij of zo te schieten. Dat zal wel. Alright, ik hoorde sowieso schoten hier voor mijn neus. Nou, op de berg zo te zien. Oeh, daar zit ook een guy. Gaat hij stilzitten? Oh, geluk jongen, die vent. Daarachter zit... Oh, dat is die guy volgens mij. Was dat iemand anders? Met dezelfde skin. Is elke kerel helemaal daarin gelopen, joh? Okay, hij zet een launchpad neer. Hij is volgens mij ook gaan vliegen al. Ja, oké. Okay. Jammer. Oké, okay, ze zit op de berg, man. Ik ga erheen. Wacht, is het slim? Fuck it, ik ga het doen. Ik heb een launchpad, dus ik kan snel weer weg. Oké, okay, ik moet het gewoon doen. Fuck it, let's go. Ik hoop niet dat ik naar beneden geschoten word. Dat zou wel heel kut zijn. Right in. Hallo, vriendjes! Als het goed is, hebben ze geen shield gekregen van hun kills hier. Dus dan kan ik lekker gaan... Hoe heet dat? Gaan cleanen. Dat is altijd leuk. Ja, dat raak ik nooit. Jongen, ouwe. Alright, ligt hier misschien nog iets van loot wat wij kunnen gebruiken? Wat hout of zo? Ik heb helemaal niks. Wat ammo. Shit, dat was het ook. Oh, hier is ook weer iemand. Ja, nice. Liggen pakketje hout. Chill. Hopelijk is het veel. Ja, laat die gewoon achter hoor. Ja, ik weet niet. Volgens mij is die kerel dan max. Maar hey, dat vind ik wel leuk. Kut, waar is die launchpad? Oh, hier. Hij zat gewoon naast me, wist ik wel. Zo. Zag je mijn beeld helemaal zo donker worden? What the fuck? Oké, okay, dat... Ja, sorry, dat zie ik ook weer voor het eerst. Ik word ook weer helemaal hyped, jongens, voor dingen. Als ik iets zie wat ik niet ken, dan word ik weer helemaal... Hoe dan? Oké, okay, laat me even wat meer focus erin gooien, jongens. Ik ben meestal helemaal druk aan het praten. Daar zit ook een guy, 100%. Oké, okay, what the fuck? Die kerel schoot me gewoon doorheen. Oké, okay, chill. Ja, ik neem gewoon ook die mini-shield in voor 5 shields, jongens. Ja, je hebt er gewoon alle HP nu nodig. Aangezien je gewoon niemand... meer kan killen en dan HP kan krijgen. Oh, die Scar is zo vreselijk soms, jongen. Ik weet niet of het aan mijn aim ligt, maar... Oeh, die gast loopt daarheen. Volgens mij weet hij niet dat ik weet dat hij daar zit. Oh, die boom. Even die boom weghalen, hoor. Zie hem lopen dan. Kijk hem, Jan. Doe het, vriend. Hij gaat voor de airdrop, sowieso. Alright. Dan ga ik even op die guy op de brug focussen, want die zit daar volgens mij in. Zit hij daarin? Nee, hij zit daar niet meer in. Oké, okay, chill. Dat weet ik dat ook weer. Hij zit daar. Web. You're dead now. 392 damage, jongens. 10 kills zijn behaald. Dat is mooi. Oh, die gast zit daar beneden. Oh, dit. Als ik hem daar raak, jongen, ga ik echt lachen. Die gast gaat voor de loot. Wat doet hij? Oké, okay, ik moet niet te lang pieken. Volgens mij heeft die kerel ook gewoon een sniper. Oké, okay, die guy gaat sowieso die airdrop pakken. Yep, heeft hij gedaan. Alright, die gast zit nog steeds daar. Ik durf niet even lang te pieken, man. En die gast in mijn nek word ik ook niet echt blij van. Okay, ik wil deze guy een beetje gaan focussen, want hij zit een beetje fucked voor de safe zone. Dus hij moet als eerste gaan lopen. Wat is hij ook een beetje aan het doen nu? Hij heeft nog steeds een sniper, volgens mij, of niet? Ik weet niet of hij op mij aan het snipen is. Ik ben mij een beetje dom aan het schieten. Volgens mij heeft hij nu een sniper vast. Ja, hij gaat nu pieken, let op. Lekker. 3 hits. Oké, okay, die kerel gaat vandoor. Oké, okay, ik ga naar hem toe. Let's go. Oké, er zit een kerel op de berg en hier. Is die gast geland? Oké, kom nu tegen. Let op. Hij zit hier bij de boom. Ja, oké, nice. Je hebt geen shield, bro. Let's go. Got him. Easy going. Het is zo kut. Oh, nu ga je echt iedereen weer achterna natuurlijk. Omdat je weet dat ze weak zijn. En ze niet echt snel meer kunnen healen. Dat is wel relaxed. Oké, is die kerel... Wat? Ik zag daar iemand... Hè? Oké, ik zie spoken waarschijnlijk. Oké, wat zit hierin? Kamervuurtje, heerlijk. Gouden Scar. Kijk eens aan, daar hebben we wat aan. Oké, okay, we hebben alleen maar gouden guns, jongens. Dat is super chill. Dat is relaxed. Oké, okay, zit die guy hier nog op de berg ergens? Ik heb helaas geen launchpad, dus we moeten even op de voet gaan rennen nu. Ik 100% weet dat hier iemand zit. Hier zit sowieso een guy. Ik heb alleen geen idee waar. Ook gewoon dat Lucky Landing gewoon letterlijk de endgame is gewoon. Allemaal huisjes weer, dat vind ik zo ruk, hè? Ik ben nog steeds niet full HP, man, qua shield. Dat is wel ruk. Let op deze 90's, hè? Hup. Oké, okay, nu verneuk ik het weer. Oh, Dylan. Wat ben je ook weer slecht, jongen. Ik wou heel even mezelf in. Woe! Een shield. Hij gaat naar beneden.
Oh, maat, als die raak was. Oké, hij gaat daar beneden zitten. Oké, chill. Volgens mij zit ik nu wel een beetje relaxed. Oh, gast, dit was zo weak. Die was zo dichtbij. Alright, ik heb best wel veel mensen erheen gekaand. Maar ik heb nog steeds wel veel mats gewoon. Ik besef, ik heb gewoon bijna weer 1000 nog. Ik heb echt net een hele buildfight verneukt gewoon. Ik wacht tot... Ik ben bang voor die andere gast. Oh, de grote pot. Die grote pot wil ik hebben, man. Oh, die was zo close, maat. Waar zit die gast? Er zit nog een persoon die een beetje aan het meekijken is ergens. En dat vind ik niet fijn. Want dan word ik 100% in mijn nek geschoten daardoor. Dat was een heerlijke hit, Dylan. Oh, I love you, man. Vriendje... Ik ga hem niet pushen. Dat is dom. Hij is zo weak, vriend. Je weet het, bro. Je weet het, man. Hij gaat zo... Hij moet... Hoe... Oh, nee. Hij is MC. Hij is nog weaker. Ha! Vriend, ik kom naar je toe, bro. Je bent van mij. Ik ga alle muren een beetje weak maken. Bep. Je boy, Dylan. Got him. Oh, lekker, gast. Oké, chill. Alright, alright. De laatste persoon, jongens. De laatste guy. De grote pot zit niet meer safe. Kut. Oké, die wou ik eigenlijk nog innemen na deze fight. Alright, waar zit die laatste persoon? Dat is nu even mijn vraag. Oké, let op. Deze 90's. Oké, ik moet daar echt mee oefenen, man. Oké, zie je? Het gaat wel snel. Ik moet het alleen gewoon even wat vaker doen. Oh, ik ben echt aan het kutten nu. Ik weet niet meer. Ik heb gewoon veel mats. En dan wil ik gewoon alles gewoon gebruiken. Woep. Dan gaan we naar beneden. Oké. Waar zit die laatste persoon? Even serieus. Er zit gewoon... Elk huisje kan hier zitten, hè. Besef. Ik ga even zo'n airdrop openen maken. Openen maken. Alright, oké. Okay, dat is een nieuw woord die ik aan jullie meegeef. Oké, okay, blijkbaar. Kijk, zo'n grote pop. Oh, relaxed. Chill. Dit moest ik even hebben, man. Oké, ik weet nog steeds niet waar die laatste persoon zit. En dat vind ik nog steeds wel een soort van eng. Want ik heb geen idee wat ik nu moet verwachten. Waar die kerel vandaan gaat komen. Oké, ik ga weer even een beetje omhoog bouwen. Ik heb geen launch. Nee, oké. Hij moet ergens hier zitten. Hij zit 100% hier ergens. Ik zie nog steeds niks. Ik zie ook gewoon, ik hoor niks. Ik zie geen beweging. Ik zie wel beweging. Dat is 80 damage, vriend. You fuck now. Yep. Hij is heel weak, hij is weak. En de laser gewoon. Easy go, jongens. En natuurlijk het mooie dansje van Iconic Skin. Hey, 13 kills, jongen. Klets, bananen. Jongen, easy going. 30 kills. Eindelijk, man. Oh, heerlijk, gast. Toch nog steeds met, ook al zijn shield dingetjes eruit gehaald als je een kill had natuurlijk. Nog steeds gewoon lekker potje neergezet met 13 kills. Dit is geen 13, is 8. Dus nog steeds natuurlijk een supergoed aantal voor een solo potje, jongens. Hopelijk vond je deze video leuk. Vergeet zeker even de Instagram van Iconic Bundle Service te checken. De link staat bovenaan in de description. En jongens, koop die skin, want deze skin, je ziet het, jongen. Wat een zieke skin is dit. En super dope. Bedankt voor het kijken, jongens. Vergeet zeker een duim omhoog te abonneren op mijn kanaal. En dan zeg ik tot bij de volgende video.